Ook de zesde Westfriese donderdag in Schagen, de gastdag, was een stralende en warme dag. En ondanks de warmte werd toch de hele route gelopen. De kinderen dansten weer op het podium op de markt, gadegeslagen door heel veel mensen. Daarna nam de Westfriese dansgroep het over. Nadat de kinderen hadden gegeten, gingen ze naar Petoom voor een ijsje. Om 12:30 waren ze terug op de markt. Een van de meisjes sprak de man van de poffertjeskraam toe, omdat ze ook altijd poffertjes krijgen, en overhandigde hem een mooie foto. Daarna werd op de markt door de Miss West-Friese folklore Nettie Kromkamp, die tweede werd, samen met wethouder Joke Kruid een bord onthuld waar ook de kleintjes hun hoofd door kunnen steken om een foto met de groetjes uit Schagen te laten maken. Ondertussen werden er lange tafels op de markt neergezet voor de West-Friese maaltijd. 110 gasten namen aan de tafels plaats om van de traditionele West-Friese maaltijd te genieten die van één bord wordt gegeten. De maaltijd werd muzikaal omlijst door de Uienhoop en Chanticoor het scheepstuig.